BV Veendam heeft gisteravond in de Jupiler League een monsterzege geboekt op AGOVV uit Apeldoorn. Veendam won aan de lange leegte met liefst 5-1. Voor de supporters was het genieten geblazen, want Veendam liet af en toe oogstrelend voetbal zien. Veendam trof gisteravond een tegenstander die de meeste doelpunten in het betaalde voetbal heeft geïncasseerd. 24 in totaal. Dat belooft dus veel. Dit is de eerste kans voor Schaken. Hoe krijg je hem tegen de paal, zou je zeggen? Het was de eerste kans voor Veendam na een half uur spelen. Veldmaten lijkt ernstig geblesseerd, maar het valt allemaal mee. Hij zou gewoon verder kunnen. Veendam had de overhand. Maar het baltempo lag te laag om echt grote kansen te creëren. Tot 4 minuten voor de rust. Lip, die haalt in 1 keer uit. En op wat voor manier. Schitterend gedaan door de middenvelder van Veendam. Hij schiet de bal achter Lenting, de doelman van AGOVV. En zo leidt Veendam met 1-0. En de laatste minuten van de eerste helft die waren spectaculair. Seintje, de rechtsback, zoekt de combinatie met Buurmeijer. En dan haalt hij in 1 keer uit de rechtsback van Veendam. En wat een uithaal van Seintje. De bal via de lat over. Ruststand 1-0 voor Veendam. Dan de tweede helft. Een schitterende aanval. Veldmaten ziet de beweging bij Schaken richting de eerste paal. En die tikt hem heel simpel binnen. En zo leidt Veendam comfortabel met 2-0. Maar ook AGOVV laat zich dan zien. Bokila kan vrij doorlopen richting Dietwieg en heeft geen probleem om de keeper van Veendam te passeren. Zo staat het 2-1. En dan is het nog oppassen voor Veendam. Angelo Seintje, de grote man gisteren bij Veendam. Hij was niet af te stoppen, legt de bal terug. De bal komt wat gelukkig voor de voeten van Veldmaten. Maar die schiet dan ongecontroleerd over. Dat heeft hij zelf ook in de gaten. Opnieuw Bokila, want AGOVV krijgt de kans op de gelijkmaker. Nu een prima redding van Dietewieg. Joop Gal, trainer van Veendam, niet tevreden. Tot een kwartiertje voor tijd. Dietewieg met een prima uitworp richting Seintje. Daar begint de aanval. Hij begint halverwege zijn eigen helft te lopen richting de achterlijn van AGOVV. En niemand die hem afstopt. Want hij is niet af te stoppen. Dat is hij toch wel. Maar dan onreglementair. En dan volgt er een strafschop voor Veendam. Een specialist bij Veendam is Timmerman. Hij schiet de bal binnen. En dat is dan de beslissing 3-1 voor de geel-zwarte. De laatste minuten van de wedstrijd. Toch nog prima aanvallend voetbal van Veendam. Lip legt de bal terug naar Boersma. En wat een enorme pegel van de aanvalsleider van Veendam. Er zat wat irritatie in dat schot van Boersma. Want het liep niet helemaal lekker, vond hij zelf. Nu vindt hij in tweede instantie invaller Afonso. En hij bepaalt de eindstand op 5-1. Veendam doet het simpelweg gezegd hartstikke goed in de Jupiler League. En op de ranglijst staat Veendam 4e met 17 punten uit 9 wedstrijden. Dat zijn er 3 minder dan de koploper. En dat is Den Bosch.